Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is alweer een tijdje geleden dat ik van me liet horen op dit kanaal. Ik ben erg druk bezig geweest met de comicverzamelaar. En daar vertel ik onder andere over de comics die ik aan het lezen ben op dat moment. Maar naast comic lees ik natuurlijk ook gewoon nog andere boeken. En daar gaat deze vlog over. Ik ben inmiddels begonnen aan de Star Wars Archives episode 1 tot en met 3. Want deze heb ik uit. Daar heb ik jullie al een keer van iets van laten zien. Kijk, we hebben de lamp die weerkaatst mooi in de cover. Het is zondagavond en het is donker buiten. Dit zijn echt hele fantastische boeken. Van tasje met allerlei informatie. En nou, ik vind het heel erg gaaf om dit te lezen. Ook al is het alweer een aantal dagen dat ik hier niet in gelezen heb, moet ik toegeven. En dat heeft ermee te maken dat ik hierin ben begonnen. The Last of the Giants. Het is een biografie over Guns N' Roses. En toen ik deze boeken kocht bij de Scheltema, of eigenlijk deze, die €25 per stuk waren, had ik Guns N' Roses wel gezien. Maar ik dacht, hij was in de aanbieding van 25 naar 7,50 of zo. Denk ik, ga ik dat meenemen of niet? Ik weet het nog niet. Maar toen ik de volgende dag deze kwam ophalen, omdat ik deze toch ook wilde hebben, dacht ik, ik krijg er spijt van als ik het niet meeneem. Maar voor 7,50, ja, daar kun je geen bijl aan vallen. Moet je kijken wat een dik boek dit is. Ik ben nog niet zo heel ver, zoals je kunt zien. En er staan ook helemaal geen foto's in van Guns N' Roses. Het is echt een El Cheapo-editie van uitgeverij Arcade. Het is wel Nederlands natuurlijk. Dat kun je zien, ook het ware verhaal van Guns N' Roses. Maar eigenlijk vind ik het wel leuk. Ik heb wel iets met de muziek van Guns N' Roses, ook al was ik nooit echt fan. Maar hoe dat tot stand is gekomen, die band, en wat voor ruige gasten het zijn, ja, vind ik wel leuk. Erg leuk om te lezen. Dus dat ga ik zeker verder lezen. Ik hou wel van biografieën van bands. Ik heb ook wat boeken over Bob Dylan, ook interviewboeken, dingen van de Beatles heb ik. Nou ja, want het zijn gewoon muzikanten die me aanstaan. Bowie, Dylan had ik al genoemd, Velvet Underground heb ik wat dingen van. Ook dingen over John Lennon in zijn solo carrière en zo. En eigenlijk een boek wat ik ook nog steeds aan het lezen ben, is deze rakker, deze groene rakker. Ben ik ook nog niet zo heel ver in. Want ik had eigenlijk het idee opgevat om de serie te gaan kijken. En dan als een aflevering beschreven wordt in het boek, daarna, nadat ik die aflevering had gezien, het boek te gaan lezen. Maar dat is eigenlijk een beetje stilgevallen. De serie, dacht ik, kwam eventjes op Sky Showtime. Maar ze hadden alleen de pilot hadden ze erop gezet. En die is heel snel weer verdwenen. En ik heb eigenlijk alleen maar het eerste seizoen op DVD. En een best-of in regio 1 die ik niet meer kan afdraaien, omdat ik geen regio 1 meer kan afdraaien. Dus dat is erg jammer. Dus tot zover dat wilde plan. Maar ik ga hier gewoon, denk ik, verder in lezen wanneer ik weer zin heb. Want de Hulk is natuurlijk, ja, ik vind het heel gaaf, deze tv-serie. Maar ja, ik ben wel benieuwd wat jij aan het lezen bent op dit moment. Niet comic gerelateerd, maar boeken gerelateerd. Lees je ook boeken zoals de Star Wars Archives, bijvoorbeeld dingen over films, hoe ze tot stand komen. En wat ik ook nog wel eventjes kan vertellen is, ik ben ook met een Stephen King bezig. Maar Dolores Claiborne heet dat. Wacht eventjes hoor. Dit boek, ook ooit verfilmd, met Kathy Bates in de hoofdrol. Er vond ik ooit in een boekenkastje. Nou, daar ben ik afgelopen maandag in begonnen, want ik moest naar Doetinchem voor een klus. En ik, nou, daar heb ik toch een flinke reistijd, dus dan kan ik wel beginnen hierin. Maar Jezus, wat een gore toestand wordt hierin beschreven. Ik denk niet dat ik dit verder ga lezen. Maar ik weet het nog niet, het intrigeert ook alweer. En ik hou wel van Stephen King, dit zijn de Nederlandse edities, zoals je kunt zien. Maar die Dolores Claiborne moet dan voor een oude vrouw gaan zorgen. En die gooit met poep en weet ik het allemaal. Een soort poepoorlog hebben ze. Nou, het is zo onsmakelijk. En ik denk, nou, dat vind ik echt shit. Dat hoef ik echt niet, hoef ik niet te lezen. En dit is gewoon gaaf. De Star Wars Archives, zoals ik al zei. Dus die ga ik. Het eerste boek van de Star Wars Archives, wat eronder ligt, dat is denk ik wel mijn favoriete boek van dit jaar. Non-comic boek, zeg maar, wat ik heb gelezen. Kan ik je nu alvast verklappen, nu we toch bijna tegen november aan zitten. En dit is gewoon leuk om te lezen. Maar ik ben wel benieuwd, wat lees jij dan? Koop jij dan ook op zo'n impuls aankopen eigenlijk? Dat je denkt van, ik krijg waarschijnlijk spijt van als ik het laat liggen. Dat je denkt van, ik neem die Guns N' Roses toch mee naar huis. Want als ik
thuis ben, dan heb ik spijt als ik het niet heb meegenomen. Ik bedoel, Kopje Comics had een vlog over een He-Man Masters of the Universe figuurtje. Een Skeletor. Die dan maar als impuls had gekocht. En dat hij eigenlijk daarna dacht van, wat moet ik hier eigenlijk mee? Ik ben een volwassen kerel, wat moet ik met een toy? Nou ja, ik heb van dat soort impuls aankopen eigenlijk nooit qua toys, maar wel qua boeken. En maar goed, ik ben erin aan het lezen. En die komt wel, denk ik, uit dit jaar. Het is eigenlijk op een gegeven moment zo genoeg heb van Axel, dat ik denk van, nou, laat maar zitten. Ik stop ermee. Maar dan heb ik het in ieder geval een kans gegeven voor 7,50. Dat is eigenlijk eventjes wat ik wil zeggen. Wat ik wel heel grappig vond trouwens aan dit boek. Wat geschreven is door Mick Wall. Die heeft de band echt heel vaak geïnterviewd, onder andere. Dan kun je wel zien, het is uit 2016. En de meeste titels zijn niet vertaald. Die zijn gewoon nog steeds in het Engels. Niet allemaal natuurlijk, maar dit zijn natuurlijk titels van de songs. Where the Girls Are Pretty is van Paradise City. Dus waar ze kon vertalen, hebben ze het wel gedaan. Atti Mensinga. Maar anders is het gewoon toch in het Engels. En dan denk ik, ja, waarom ook niet? Het is rock'n'roll. Ik vind het niet erg om dit soort boeken in het Nederlands te lezen trouwens hoor. Dat vind ik prima. Want het is ook maar niet zo. Het gaat niet om de pro. Het gaat niet zozeer om de proza. Hoewel, hoe heet die gast? Mick Wall. Ik denk dat het wel een popjournalist is. Ik ken hem helemaal voor de rest nog niet. Maar het is wel. Het begint echt stormachtig. Hij schrijft wel stormachtig. En een beetje poëtisch ook wel. Dus dat is wel grappig. En er zitten natuurlijk citaten bij. Hij heeft heel veel mensen geïnterviewd ook voor het boek. Dus het verleden komt wel tot leven. Maar het is wel heel duidelijk geregisseerd door de schrijver. Ik kan het niet zo goed uitleggen nog hoe dat werkt. Maar ik vind het wel... Nogmaals, zoals ik al zei. Het is geen verkeerde aankoop geweest. Oké, ik hou erover op. Ik zet de camera uit. Ik heb mijn vragen gesteld. En ik ga denk ik zo meteen gewoon weer lekker verder lezen in het boek. Dankjewel voor het kijken naar deze geïmproviseerde boekenvlog. Om maar even zo te zeggen. En ga vooral weer kijken bij de comicverzamelaar. Want ik heb net een leuke vlog online gezet over de Vergelders. Die ik heel leuk vind. Waar ik heel veel plezier aan heb aan het lezen van die strips. En ik heb geen idee wat de volgende vlog wordt. Maar dat gaan we gewoon zien. Dat is het leuke aan vloggen. Je kunt gewoon overal over vloggen wat je wil. Over droids. Of over George Lucas. Of over deze gasten. Je kunt gewoon overal over vloggen. En het leuke voor mezelf is... om niet te weten wat de volgende vlog wordt nog.